paar maanden terug maak ik een video over de Schumann Frequency, maar die was hopeloos incompleet en niet in het Nederlands. Dus laten we een follow-up doen. Merk wel op dat dit gebaseerd is op een aantal artikelen op het internet, die zijn gelinkt in de beschrijving. Dus, de Schumann resonanties, dat zijn oscillerende magnetische frequenties die voorkomen in het elektromagnetisch spectrum van de aarde. En er wordt gezegd dat ze worden gegenereerd door elektromagnetische veranderingen die plaatsvinden in de kern van de aarde. En die dan vervolgens een invloed hebben op het aardoppervlak en de ionosfeer, met inbegrip van de levende wezens daarop. Wij dus, en de dieren, en wat weet ik allemaal. Nu, samen met dat komen er op elk gegeven moment rollen er ongeveer 2000 onweersbuien over de aarde, die produceren ongeveer 50 bliksemschichten per seconde. En elk salvo van bliksem creëert een elektromagnetische golven die dan rond de aarde opgesloten worden tussen het aardoppervlak en een grens van ongeveer 60 mijl hoog. En dat is dan de ionosfeer. Sommige van de golven met precies de juiste golflengte die gaan combineren en die nemen toe in kracht. En dit staat bekend als de atmosferische hartslag of de Schumann-resonantie. Die Schumann-resonantie kan gezien worden als de hartslag van de aarde. Ze is ook niet constant en afhankelijk van tropische en dus ook globale temperatuur. En elektromagnetische golven handelen in resonantie met elkaar om het originele signaal een beetje op te pompen. Zoals ik al zei, je kunt dit beschouwen als de hartslag van de aarde. Nu, de oude Indiase rishis noemden dit het OHM of de incarnatie van puur geluid. En het zij toevallig of niet, de frequentie van 7,83 hertz is ook een zeer krachtige frequentie, gebruikt in de hersengolven en wordt geassocieerd met lage niveaus van alfa en de bovengrens van theta hersengolven. Deze frequentie wordt ook geassocieerd met hoge niveaus van hypnotiseerbaarheid, wat een woord, beïnvloedbaarheid, meditatie en verhoogde human growth hormone, dus een verhoogd groeihormoon niveau, en vergroot de doorbloeding van de hersenen. En in principe is al het leven op aarde in harmonie met deze frequentie. Nu, de Schumann-resonanties worden door experimenten in verband gebracht met hersengolven. Ze variëren tussen 6 en 50 cycli per seconde. In het bijzonder de 7,8 of 83, de alfa, die de normale. De 14, wat is lage beta? De 20, midden beta, 26 en 33, hoge beta, en 39 en 45 zijn gamma-golven in de hersenen. Met een dagelijkse variatie van ongeveer een halve hertz. Als nu de Schumann-resonantie blijft stijgen, of frequentie blijft stijgen, zal het de drempel naar de snelle beta-activiteit doorbreken. De lage beta, 12 tot 15, wordt in verband gebracht al met een gebrek aan gericht aandacht. En lage beta kunnen zelfs attention deficit disorder creëren en het kan ook de remslaap beïnvloeden. Nu, op 31 januari 2017 werd voor de eerste keer in de geschiedenis van de Schumann-frequenties een 36 plus hertz bereikt. Dus wat betekent dit eigenlijk voor ons? Het is al lang vermoed dat het bewustzijn het magneetveld van de aarde kan beïnvloeden en daarin stoornissen kan creëren. En ook vice versa. Met name tijdens momenten van grote angst, spanning en lijden. Dit kan betekenen dat de stijging iets te maken heeft met de zeer gespannen politieke, sociale en economische onrust van deze tijd. En ook zou kunnen verklaren het feit dat de tijd sneller lijkt te verstrijken. Dus de versnelling van de tijd die sommige mensen voelen, zoals ik, ook bij het Mandela-effect, zou te wijten kunnen zijn aan een verhoogde Schumann-frequentie. Nu, als je rekening houdt met de evolutie die plaats had in een normale frequentie en al heel lang bezig is, zou het dan niet mogelijk moeten zijn dat
onze menselijke frequentie meestijgt met deze Schumann-frequentie en zouden we dan niet in staat zijn hogere frequenties te bereiken, geassocieerd met hoger bewustzijn en creativiteit. En dat zijn dan de gamma-frequenties die daarvoor verantwoordelijk zouden zijn. Waar heb ik het nu over? Ik heb het in de vorige Schumann-frequentie-video over gehad, dat sommige mensen denken dat onze vibraties stijgen met de onze frequenties stijgen met de frequenties van Schumann. Dat sommige wat vlugger en andere wat minder vlug gaan. Dat gerelateerd zou zijn tot het Mandela-effect. En dat daarom ook sommige mensen veel meer Mandela-effecten zien dan anderen. Omdat die veel vlugger meestijgen dan de anderen die een beetje achterblijven, zoals ik. Ik leg het hier een beetje meer uit, want die video die ik had, die was niet in het Nederlands. Ik deed toen nog geen Nederlandstalige video's, dus. Maar zou het dan kunnen dat wij dan ook gaan... Want ik had het daar dan over dat als uiteindelijk als die stijging compleet is, dat we dan in een heel ander... op een heel ander plein van leven zouden terechtkomen, een heel andere soort dimensie, weet ik veel. En zou het mogelijk zijn? Is het mogelijk dat het zover zal komen? Dat is uiteraard de vraag. En als de aarde door zijn metamorfose gaat, misschien hebben we dan ook de overgang nodig van deze tijd van emotionele intensiteit met betrekking tot de beta hersengolven, voor we een nieuw bewustzijn van gamma hersengolven kunnen bereiken. Daaruit volgt, staan we misschien op de rand van een grote evolutionaire sprong. Is het verder mogelijk dat de verhoogde Schumann-frequentie van een hoger waarnemer bewerkstelligt of kan leiden tot afwijkingen in de realiteit? Vandaar het Mandela-effect. Zou het bovendien mogelijk zijn dat de frequenties en resonanties, die wellicht al van het begin der tijden bestaan, of van het begin van het materiële moeten hebben bestaan, verantwoordelijk kunnen zijn voor het hogere waarnemen, of zelfs de reden kunnen zijn van het Mandela-effect? Ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel, maar ik heb een theorie... Een video van een theorie dat het Mandela-effect, dat een natuurlijk gegeven is, dat altijd al geweest zijn. Ik heb dat in mijn hoofd met quarks in, met eigenschappen van quarks. Ik moet daar nog een video over doen, dat daarmee in verband gebracht. Maar wat als het eigenlijk in verband gebracht kan worden met frequenties? En dat frequenties, zou het kunnen dat de frequentie of de reden is dat het Mandela-effect bestaat? Dat die het veroorzaakt. Of zou het kunnen zijn dat die frequenties ons wakker schudt en ons duidelijk maakt dat die er zijn. Of ons de mogelijkheid biedt om het te zien dat ze er zijn, de veranderingen in onze realiteit. Daar gaat het eigenlijk over. En dan is er nog een andere overweging, die is een klein beetje negatief. Maar ja, als het zo is, we kunnen er weinig aan doen, dus... Is het namelijk mogelijk dat CERN of HARP proberen te tappen in de frequentie in een poging om de bevolking te controleren? En is het een bijwerking dat mensen steeds hyperbewust worden van hun realiteit? Nu gaan we het daar even over hebben. HARP die is namelijk bezig met, volgens hun eigen zeggen, met experimenten. Hoe doen ze dat? Ze veranderen eigen, of ze sturen een bepaalde frequentie naar de ionosfeer en ze gaan dan kijken hoe welke veranderingen dat teweeg brengt of welke reacties dat teweeg brengt. Nu kan het zijn dat zij daardoor een beetje die human frequency in de war brengen en die doen stijgen, al dan niet gewild. Kan het zijn dat ze toch proberen die frequentie op beta-niveau te krijgen om ons op de een of andere manier te controleren. Het is een van de theorieën die er rondvliegen, zal ik maar zeggen. En als dat zo is, ja, we kunnen er toch weinig aan doen, dus laten we toch nog positief in het leven staan. Laten we dag per dag pakken en laten we hopen
dat ze er niet in slagen van die beta te bereiken, of dat ze gewoon er overshooten en dat we echt hyperbewust worden van onze realiteit. Zodat we er misschien wel iets aan kunnen doen. Niet waar? Dat zijn een paar dingen om over na te denken en me nu misschien commentaar op te leveren. Ja, ik hoop dat u van deze video genoten hebt en van mijn realiteit naar de uwe, zou ik zeggen. Ik hoop je de volgende video terug te zien. Dag!